En ze moest dus lachen. En toen, ja, dat beeld, dat zie ik altijd voor me. Wat? Je stinkt. Huh? Nou, ik denk niet dat je koken hebt gezegd. Nee. Wij zijn Jip en Luc. En wij zijn vandaag bij de gast bij Glamour. En we gaan hier een ultieme relatietest doen. Ik ben benieuwd. Die ik wel ga winnen. Ja, je zou ons mogelijk kunnen kennen van mijn YouTube-kanaal Jip Heldoorn. Ja. Waarschijnlijk als de kinderen mee waren geweest, had je dat wel herkend. Want dat is de hele reden dat iedereen kijkt. Ben je klaar voor schat? Ik wel. Dus kijken of we met aparte auto's naar huis gaan straks. Je moet lopen. Ja. Oh, dramatisch. Wat? Je stinkt. Huh? Wie heeft wie versierd en hoe? Ik denk toch dat ik dat ben geweest. Ik kwam er de eerste keer tegen in een bus vanaf Koningendag naar huis vanuit Amsterdam. En toen vroeg ik of ze met me mee wilden gaan. Maar het antwoord was nee nog, want zo goed kennen ze me nog niet. En vervolgens was er iets op social media, een beetje op Twitter toen nog. En waarbij zij ging reageren op een post van mij. En toen ben ik weer contact gaan zoeken. En, ja. Wat vind ik het mooiste aan Jip? Het mooiste aan Jip vind ik haar lach. Ja, toen dus die eerste date, toen kwam ze dus aan op de fiets en er haaien waaiden en zo en ze moest dus lachen. En toen, ja, dat beeld, dat zie ik altijd voor me. Wat is de meest irritante eigenschap aan Jip? Dat is, ja, soms moet ik er iets te veel haasten, dus dan doet ze alles nog rustig aan of alles op het laatste moment wil ze dan doen. Weet je, dus dan gaat ze nog, dan moeten we eigenlijk weg. Maar gaat ze nog even dat opruimen of nog even dat pakken en dat soort dingen. Als je Jip in één woord zou moeten omschrijven. Zij wat? Hoe zou dat dan zijn? Grappig, denk ik. Ik heb maar één woord. Maar grappig, liefdevol. Ja, klopt. Zorgzaam. Wie van jullie heeft de beste humor en waarom? Ze zegt waarschijnlijk zichzelf. En ik zeg ik. Wat is Jip's allergrootste talent? Nou, social media eigenlijk. Foto's bewerken, filmpjes maken, editen, dat soort dingen. Waar moet Jip haar excuses nog voor aanbieden? Niets dat ik weet in ieder geval. Ja, dat ze soms mijn jas aandoet. Dit is soms mijn... mijn Nike jas aan, mijn grote jas. Wie van jullie heeft thuis de broek aan? Nou, ik heb meestal geen broek aan. Dat vind ik gewoon zelf fijner. Maar nee, het verschilt. We zijn allebei gelijk in ons huis. Dan heb ik zo gehad. Ach. Wie heeft wie versierd en hoe? Jij mij? Ja, nou... Een paar keer eigenlijk. Het duurde even, hè, schat? In de bus. In de bus, op de verjaardag. Ja. Toen was je versierd natuurlijk broekpiloot. Ja. En toen daarna, ik weet eigenlijk ook niet hoe het kwam. Ja, toen op Twitter kwam jij toen reageren of wat dan ook. Toen heb ik op jou gereageerd, ja. En toen had je me uitgenodigd. Dus dat duurde eventjes, maar uiteindelijk is het echt leuk, hè, schat. Wat vindt Luc het mooiste aan jou? Hij heeft waarschijnlijk gezegd mijn lach. Hè? Ja. Want hij vertelt dat het verhaal dat toen hij me voor het eerst zag aankomen rijden op de fiets. Dat je dan... Mijn lach het leukste vond. Ja. Wat vindt Luc de meest irritante eigenschap van jou? Ik mag hopen dat je hebt gezegd dat ik er geen in heb. Toch? Ja, dan heb je niets per se verschil, nee? Nee? Ik had gezegd dat, ik weet niet hoe je dat heet, hoe je die eigenschap noemt, maar dat je soms op het laatste moment, als we weg moeten, ineens allemaal dingen gaat doen. Ineens gaat opruimen en dat soort omgeving. Dat jij het ook zo hebt gemaakt. Dat is niet omdat ik dat leuk vind om te doen. Het is gewoon dat ik dan op punt aan bed ga en denk dat het hier voor bende. Als Luc in één woord moest omschrijven, wat zou het zijn? Grappig. Ja, denk dat ik. Ja, dat is je moet altijd mij lachen. Ja. Dus ik denk grappig. Mijn humor. Wie van jullie heeft een beetje humor? Ik vind dat ik het meest humor heb. Jij vindt waarschijnlijk dat jij het meest humor hebt. Dus ik denk dat jij hebt gezegd. Nee. Maar verder, waarom dan? Omdat jij jezelf heel grappig vindt. Ja. Ik heb de leukste humor, jij hebt de leukste lach.
Wat is je allergrootste talent? Het zijn er echt heel veel. Wat heb jij gezegd? Ik ben wel benieuwd wat jij hebt gezegd. Mijn grootste talent is denk ik kinderen maken. Daar heb ik wel een beetje jou voor nodig. Maar ze lijken op mij. Dus het is wel dan uiteindelijk mijn talent. Nee, ik had dat anders. Probeer na te denken. Mijn talent? Ja. Nou, ik denk niet dat je koken hebt gezegd. Wat doe je nu? Editen en zo, foto's bewerken. Oh ja, zorg dat hij geld verdient met social media. Ja. Waar moet jij volgens Luc je excuses nog voor aanbieden? Heb je daarop geantwoord? Dat ik ergens mijn excuses voor heb? Nee, ik wist hem gelijk. Huh? Ik wist hem gelijk. Ik ben echt nog steeds boos. Echt niet. Nee, echt. Wat heb ik gedaan dan? Toen je naar Roermond ging. Wat is toch gedaan? Dus meegenomen? Ja, ook. En wat is je aan? Oh, jouw jas. Vind je dat niet? Moet ik daar mijn excuses voor aanbieden? Ja, nou, bied jij je excuses aan dat jij geen kerstcadeau voor mij hebt gevonden? Ik vind dat hij best wel geslaagd is, eerlijk gezegd. Nee, we moesten ook wel. Dit moeten we gewoon halen. Ja, we zijn 7 jaar samen. Bijna 7 jaar. Dit jaar 1 jaar getrouwd. Ja. Het zou een beetje jammer zijn dat ik 3 kinderen van je heb uitgepakt en dat je dan eigenlijk helemaal niet weet wie ik ben. Nee, een precies. Zou heel dus zijn. Ik ben wel heel blij dat je in ieder geval goed geantwoord hebt. Nou, bedankt voor het kijken. Yes, vergeet niet te liken en te abonneren op Lerma als je dat niet gedaan hebt. En dan zeg ik normaal zie ik graag in de volgende vlogger, maar dat gaat hier niet op, hè schat? Ja, nee, vergeet haar niet te volgen vooral. Jip Heldoorn. Ja, eigenlijk Jip Jansen, maar ze wil nog steeds Jip Heldoorn heten. Mijn merk, schat. Mijn merk. Maar oké. Nee. Adios. We gaan hier even nog even op discussiëren in de auto. Doei.